het gaat gebeuren. Je had er gewoon zin in. Ja, ik had er echt zin in. Zo ja. klaar met dat been. Ja. En ik weet nog dat ik wakker werd en dat ik tegen die verpleegkundige zei, is hij eraf? Dag dames en heren, hartelijk welkom. Zijn we weer met een aflevering van de podcast Onbeperkt. Het zal een van mijn laatste afleveringen zijn, maar even gaat het natuurlijk straks helemaal. Ik weet niet eens of je in eentje gaat doen of met iemand anders. Nee, we gaan het inderdaad waarschijnlijk wel met iemand anders doen, maar we zijn nog even aan het zoeken naar een vervanger. Het is natuurlijk heel moeilijk om iemand voor jou te vinden die... Valt wel mee hoor. Ja. Nee, ik vind het wel jammer dat je weggaat. Ja. Ga je wel missen. Beetje druk. Ja, een beetje. Mega druk volgens mij. Ja. Maar wel met leuke dingen, toch? Absoluut waar. Oké, gelukkig. Maar dat is wel belangrijk dat jij nu al een beetje gewoon... de zaak in handen gaat nemen, natuurlijk, dat je het een beetje open gaat nemen. Met wie praten we vandaag? Nou, we hebben een gast met een indrukwekkend verhaal, als je het mij vraagt. Ooit uitgereden in haar eigen badkamer, ongelukkig terechtgekomen en daardoor ontzettend veel pijn gehad aan haar been. Verschillende behandelingen gehad die eigenlijk juist niet hebben gewerkt of niet hebben geholpen. Nee. Uiteindelijk zelf het idee gekregen om het been te amputeren. Ze staat dan ook om het taboe te doorbreken bij jonge mensen om amputatie aan te gaan, wat vaak juist eigenlijk best wel goed kan helpen. Dat heeft haar ook ontzettend geholpen. Alleen toen eenmaal het been geamputeerd was, wilde ze heel graag een prothese om te kunnen sporten en liep ze tegen de bureaucratie aan, die ik ook heel erg ken. Die zegt, nou, dat heb je volgens mij helemaal niet nodig. Je kunt ermee lopen en that's it. Dianne Vughts, welkom! Ja, wat kun je er nog aan toevoegen? Ja, ik denk niet. Ze heeft het gewoon helemaal samengevat al. Ik denk dat we gewoon klaar zijn. Ja, we kunnen gaan. Ik had natuurlijk het artikel helemaal gelezen, je interview. Ja. Ik was echt met stomheid geslagen een paar keer over bepaalde dingen die zijn gebeurd. Maar goed, het begon natuurlijk allemaal in die badkamer. Ja, ja, laten we even kijken naar het leven voor die badkamer. Hoe zag het leven voor die badkamer eruit? Druk. Werken. En sporten. Daarna sporten. Ja. Yeah. Vooral, we hebben een eigen bedrijf, dus werkzaam in het eigen bedrijf. En daarnaast fietsen en hardlopen. En een heel gelukkig leven. Een heel druk leven. 'S morgens het licht aandoen en 's avonds het licht uitdoen. Maar als je het licht uitdeed, was het ook wel weer laat, neem ik aan. Ja, dat was laat. Ja. 'S morgens vroeg op, de hond naar het bos. En daar was in één klap over. Letterlijk en figuurlijk in één klap over. Ja. Ja. Met man Jan en zoon Cas. Ja. Ja. Prachtig leven. Ja, heel mooi leven. Ja. Ja. De bewuste dag in de badkamer, hoe kijk je erop terug? Ja, ik was aan het trainen omdat ik graag de Alpe d'Huez wilde fietsen. En ik had fietstraining gehad, ik had het koud. En ik denk, even lekker in bad. We hebben het bedrijf zat destijds aan het woonhuis vast. En ik was in bad en ik hoorde een piepje. Ik denk, komt iemand binnen, even opstaan. Nou ja, en de even opstaan, dat was een iets foute handeling. We zijn allemaal wel eens uitgegleden. Ik ben wel eens uitgegleden in de badkamer. Ik ben laatst op vakantie nog keihard uitgegleden. Dan heb je meestal geluk, maar je had geen geluk. Nee, dus. Ik had geen geluk. Nee. Ik klapte echt. We hadden een redelijk kleine badkamer. Ik klapte vol op de wasbak en met mijn knie op de badrand en op de grond. Maar toen dacht je, het kan nog wel. Want je bent eerst gewoon doorgegaan. Ja, ik ben doorgegaan. Ik dacht echt van, nou ja, het kan nog wel. Het valt wel mee. Fietsen gewoon nog. Ja, fietsen gewoon twee keer nog. Naar boven. Ja, twee keer naar boven, klopt. En ik denk op een gegeven moment van, misschien moet ik toch maar eens naar de dokter. Ja. Want je was nog niet naar de dokter geweest. Nee, ik was nog niet naar de dokter geweest. Ik dacht, ook niet na die val? Nee, ook niet na die val. Nee, mijn been was dik. Maar goed, ik had zoiets, weet je. Het komt wel goed. Ik ben niet zo'n dokterloper. En uiteindelijk dus toch naar de dokter gegaan. En daar was eigenlijk de conclusie van, het lijkt erop dat je meniscus is gescheurd. Gaan we naar de orthopeed. Naar de orthopeed. We gaan hier meniscus verwijderen met de kijkoperatie. Met die kijkoperatie zagen ze dat het een meniscus niet was, maar dat het kraakbeenschade in de knie was. Mm-hmm. Dus dat hadden ze verholpen. Daarna kwam eigenlijk het feit dat het dus niet verholpen was. Ik nog steeds een dikke knie hield, heel veel vocht. En werd er dus uiteindelijk een standsverandering. En ik moet zeggen, dit was allemaal van mijn rechterbeen. Werd er een standsverandering voorgesteld. En dat wil zeggen dat ze je kuitbeen en je standbeen doorzagen en een stand veranderen. Ja, om een lang verhaal kort te maken, dat hebben ze gedaan. En dat is echt gewoon fout uitgepakt. Ja, want ze wilden hem 6 graden draaien en dat was 13 geworden, ja, toch? Ja, het was 13 meer geworden. Dan het dubbele. Ja,
En er was nogal twijfel over de diagnose. En toen had de orthopedisch chirurg zei, nou weet je, we doen voor de zekerheid een kijkoperatie. Ja, heel verstandig. Heel verstandig. Echt goed, heel verstandig. Goed dat ze het gedaan hebben ook. Goed, dat ze het niet gedaan hebben. Bedoel ik, precies. Ja. En toen ik wakker werd, toen had ik zoiets van, hey, wat heb jij gezien tijdens de kijkoperatie, waardoor mijn been dan daadwerkelijk doorgezaagd is? En hij zei, kijkoperatie? Dat zei hij, kijkoperatie. Oh! Die ben ik vergeten. Ja. En dan heb je nog. Toen had ik nog niet. Had ik wel het idee van hij is die kijkoperatie vergeten. Het zal wel goed gekomen zijn. Ja. Hele lange revalidatie. Maar goed, die revalidatie ging al niet goed. Het wilde niet aan elkaar groeien. Ik werd eigenlijk een beetje voor gek weggezet. Hè. Je hebt lange pijn en het komt wel goed. Dat ook fantoompijn genoemd, toch? Nee, toen geen fantoompijn. Maar er werd wel gezegd van, op een gegeven moment werd het een beetje afgedaan van als het zit tussen je oren. Ja, dat, en je moet er maar mee precies, leren leven. Ja. En uiteindelijk had ik zoiets van, dit is gewoon iets mechanisch. Dit kan geen, dit zit niet tussen mijn oren. En ben ik zelf naar Nijmegen, naar de Sint Maartenskliniek gegaan. Mm-hmm. En daar kwam ik binnen en die man zei al bij het zicht op mijn been van, nou, ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand is. En die zag dus dat het, hebben ze een scan gemaakt, onderzoek gedaan en bleek dat hij 13 graden was gecorrigeerd in plaats van 6 graden. Dus en de kijkoperatie was hij vergeten en had hem helemaal verkeerd gezet ook nog eens. Ja. Lekkere arts. Ja, lekkere arts. Ja. Dus die heb je eens goed aangepakt, toch? Nou dat valt niet mee, helaas. Nee. We zijn naar het tuchtcollege gegaan. Ja. En daar heeft hij een waarschuwing gekregen. En hij zat met veel vertoon in de rechtszaal een beetje te huilen. En dat het een enorm impact had op zijn leven. Ja. En dat ik hem in ieder geval zelf toch had kunnen waarschuwen. Want ik had toch maar een ruggenprik. Dus ik had zelf wel even tegen hem kunnen zeggen dat hij die ruggenprik had moeten doen. De kijkoperatie had moeten doen. Dat had jij hem maar moeten herinneren. Ja, dat had ik hem maar moeten herinneren. Ja. Dat zei hij? Dat zei hij, ja. Dus hij ging en in de slachtofferrol? Ja. En wat vervolgens leden eigenlijk bij jou de verantwoordelijkheid van, je had het tegen me moeten zeggen. Ja, ja. En toen kreeg hij een waarschuwing. En ook nog van, ik had ook nog niks voor jou. Ik heb ook al die tijd niks van jou gehoord. Ja, hallo, jij bent hier de behandelend arts. Ja. Ik denk dat het aan jou is om even contact met mij op te nemen misschien. Maar ja, dat bleef niet, helaas bij een waarschuwing, begreep ik. Want jouw advocaat overleed een week voor de rechtszaak. Ja, dat vond ik ook zo bizar. Voor de rechtszaak, ja, dat was echt, allereerst voor hem en zijn familie natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Absoluut. Maar die overleed en dan krijg je een advocaat die zich gewoon niet goed, weet je, zonder haar kwalijk te nemen. En die last minute natuurlijk. Wij hadden een traject van een aantal jaar en zij had een traject van 2 weken. Ja. En dan komt daar het ziekenhuis aan met advocaten, juristen en die blazen je gewoon helemaal weg. En toen heb ik gezegd van ik ga er geen minuut meer energie in steken. En we stoppen ermee. Ik heb het een paar keer meegemaakt bij mijn naast op een gegeven moment vrienden ook. Het is een heel moeilijk systeem om daar überhaupt doorheen te breken. Hoe groot de fout ook is. Het blijft vaak bij een waarschuwing of een hele lage schadevergoeding, maar het gebeurt niet veel. Toen ze was klaarblijken om die medische wetenschap te verdedigen of te beschermen. Maar in dit soort gevallen denk je toch, het is ongelooflijk eigenlijk. Ja. Nee, weet je, het gaat niet eens om een schadevergoeding. Ik wil gewoon een oprecht excuus. Ja. Nou, dat is het. Kijk, iedereen maakt natuurlijk fouten. Ja, tuurlijk. Ja. Maar als iemand het niet erkent, daar word je gewoon woest van. Ja, daar word ik wel. Nou, dat inderdaad. Als hij gewoon gezegd had van sorry, ik heb iets niet goed gedaan, maar we gaan kijken op wat voor manier dan ook dat we het weer op de rit kunnen krijgen. Ja, prima. Dan was het voor mij klaar. Dat is heel anders. Hoe ben je eigenlijk als je woest bent? We werken al een tijdje samen. Ik kan echt heel probeer boos me even worden. Iets voor te stellen. Ik kan echt super boos worden, Wat moet ik dan aan denken? Ja, ik kan gewoon grillen, schreeuwen, stampvoeten? Nee. Ik ben gewoon dan gewoon heel explosief. Ik weet precies wat ik moet zeggen om jou dan op de kast te krijgen. Vooral bij mijn vader, moet ik wel eerlijk bekennen, want ik lijk heel erg op mijn vader. Ja. Jij zei net dat je dochter aan het puber is. Nou, ik ben ook zo'n puber geweest. Weet het ook. Mijn vader werd helemaal gestoord van mij. Ja. Ik wist precies wat ik moest zeggen om hem op de kast te krijgen. Alleen dit stemmetje al, hè? Ja, precies. Dus ik zou ook helemaal gek worden als ik denk ik zo in zo'n rechtszaal zou zitten met een man die dus niet erkent. Maar zou je er dan mee kunnen leven als je dan op een gegeven moment ziet dat je wordt er weggeblazen door die jurist die zegt, oké, laat het nu. Zou je dat dan los kunnen laten? Of? Nou, dat zou ik wel moeilijk vinden, denk ik. Ja, dat is zeker. Dat zou ik heel lastig vinden. Ja. Maar toch gooi je het. Nou ja, in principe, ik heb daar wel heel veel last van gehad. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Dat kropje op, neem ik aan, die woede op. Die onmacht. Ja. Want heb je hem daarna nog dan gesproken? Of? Nee, nooit meer. Nee. Bizar zeg. Ja.
Toen was je in Nijmegen, die dokter zag gelijk dat is verkeerde boel. En, maar die kon ook niet veel voor je betekenen, toch? Die... Nou ja, ze hebben hem teruggecorrigeerd. Dat nog wel? Ja, ze hebben hem teruggecorrigeerd en uiteindelijk een stukje kuitbeen eruit gehaald. Maar de pijn werd niet minder. Je bleef last houden, toch? Nee, dit been was... Dit was goed? Ja, dit was goed. Okay. Alleen ondertussen was ik natuurlijk, had ik heel veel pijn gekregen in mijn linkervoet. Okay. Want daarmee had je gecompenseerd, toch? Ja, continu compenseren. Ja. Ja. En daar hebben ze toen een scan van gemaakt. En daar bleek een enorme botkiest te zitten. Een gat in het bot van 2,5 centimeter. Okay. En nou, dan ga ik denk ik maar weer... 2,5 centimeter gat in je bot? Ja. Door de compensatie van... Ja, ze zeggen, waarschijnlijk is dat er altijd al aanwezig geweest van nature. Maar door continue overbelasting wordt zo'n kiest dan geactiveerd blijkbaar. Jeetje. En gaat die kapot. Want dat bleek uiteindelijk nog een groter probleem te zijn, toch? Ja. Dan het andere been eigenlijk. Ja. Wat oorspronkelijk eigenlijk niet goed was. Nou, in eerste instantie werd er gezegd, we kunnen het met een speciale operatie kunnen we het oplossen. Dus dan gaan we stamcellen uit je bloed halen. Dan boren we het open en dan gaan we daar een of andere mix van maken. Die gieten we dan daarin. En dan is het 6 weken onbelast en dan moet het goed komen. Maar ja, goed, dat kwam niet goed. Nee. En daarna hebben ze er een deelprothese ingezet. En die kwam los. En daarna hebben ze mijn voet vastgezet. Ruim een jaar gips, maar hij wilde niet aan elkaar groeien. Toen hebben ze hem nog een keer vastgezet. Toen kreeg ik een bacterie en toen had ik zoiets en nu ben ik er helemaal klaar mee. Ja. En, want weet je, die voet had geen functie meer. Je werd depressief, je kreeg het zwaar. Ja. De omgeving kreeg het er natuurlijk ook mee te maken. Ja, ik ben echt heel depressief geweest. Echt, ze zeggen wel eens op het randje gestaan. Nou, echt op het randje gestaan. Ja. Ja. En niet dat ik daar trots op ben, maar wel... Maar Jan en Cas konden je ook niet meer bereiken op een gegeven moment meer? Nee. Nou, ik denk sterker nog voor Cas heb ik het... Ik vind het bijzonder als je daar nu over nadenkt hoe ik het voor de buitenwereld heb kunnen verbloemen. Oh ja? Ja. Ja, ik denk dat er maar heel weinig mensen die in de gaten hadden dat ik zo dit... Hoe dit zat. Ja. Ja, ik denk niet dat Jan en Cas het zo begrepen hebben. Nee. Dat ik echt op een dag dacht van nou is het gewoon klaar. En toen nam je een beslissing. Toen nam ik een beslissing, ja. Toen ben ik in eerste instantie natuurlijk hulp gaan zoeken. Hè. Echt toen wel de zaak op tafel gegooid van ik ben heel depressief en ik heb echt hulp nodig. Want anders ga ik het niet trekken. En toen nam ik de beslissing van ik wil gewoon stoppen met dit been. Maar gewoon van het been af. Ik wil van het been af. Van alles wat erbij hoort. Ja, ja. En voor mij was dat echt... Maar dus, ja, nou weet je, voor mij was dat op een gegeven moment zo klaar als een klontje. Ja. Alleen dan moet je die boodschap nog over gaan brengen. Dat is wel eigenlijk gek, want je zou toch denken, ja, het is jouw lichaam, jouw been. Ja, het was mijn been niet meer. Nee. Nee, maar dan moet je zelf nog mensen gaan overtuigen. Ja, dat. Ja, 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 dat is bizar. Ja. Want wat was de reactie dan toen je dat voorstelde? Nou, mijn man die viel bijna om, denk ik. Maar goed, we hebben even laten bezinken. En toen had hij ook wel zoiets van, ja, weet je, ik begrijp het volkomen. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik heb een mechanisch probleem. Verder markeer ik niks. Ja. We halen dat been eraf. We zetten er een prothese onder en ik heb gewoon mijn leven weer terug. Ja, en ik kan gaan sporten. Want dat wilde ik heel graag doen. Ik was inmiddels, denk ik, weet ik veel, 35 kilo zwaarder geworden. Voelde me doodongelukkig. En ik wil mijn leven weer terug. Ik was 10 jaar verder. 10 jaar? Ja, zeker. 2011. Vanaf die val 10 jaar verder? 10 jaar verder, ja. En nou ja, goed, dan moet je... dan heb je het in je eigen hoofd klaar. Ja. Maar dan... de eerste stap was... ik had gelezen dat er in Groningen... Mm-hmm. Het UMCG... dat er een arts was die bereid was om mensen met deze wens, zeg maar, op basis van pijn, en om die te amputeren. Dat was de enige zo'n beetje Nederlands. Ja, dat was wat ik wist, dat hij daartoe bereid was. Want het is dus echt niet gebruikelijk om te doen. Nee, nee. En toen ben ik naar mijn eigen revalidatiearts gegaan. En daar was eigenlijk een soort van miscommunicatie, want hij dacht dat ik per se naar Groningen wilde. Maar ik had gehoord van, ja, goed, in Groningen doen ze dat. Dus hij had alles opgestuurd. En daar ga je wachten, hè, of ik op consult mocht komen. Maar toen kreeg ik een heel mooi briefje dat ik niet mocht komen, omdat hij op basis van mijn dossier, omdat ik dus zo depressief was geweest, mij mentaal niet in staat acht om een amputatie te ondergaan. Ja, aan de ene kant zeg ik, misschien heeft hij daar een punt. Aan de andere kant denk ik van... Weer een tegenslag, toch?
Ja, nee, maar ik had zoiets van, dan moet jij naar mezelf maar vertellen. Hoe kun jij op basis van mijn dossier dat ik niet geschikt ben? Dat mag jij doen als je eerst een uurtje met mij gepraat hebt. Dan mag jij zeggen. Er gebeurt heel veel in Nederland helaas. Ja. Hè? En maar goed, toen had mijn eigen revalidatiearts zoiets van, wat wil je nu? Ja, wat wil ik nu? Nog steeds van de been af. En toen zei hij, nou, dan ga ik het voor je regelen. En toen is er in het Jeroen Bosch ziekenhuis dus actie ondernomen. Consult gehad bij een vaatchirurg. En toen was binnen een maand geregeld. Echt? Ja. Ja. En toen ging ik naar de operatiekamer. En toen dacht ik echt van... Eindelijk. Het gaat gebeuren. Je had er gewoon zin in. Ja, ik had er echt zin in. Zo ja. klaar met dat been. En ik weet nog dat ik wakker werd en dat ik tegen die verpleegkundige zei, is hij eraf? En ze zei, ja. Maar zei, ik wil het zien. Ah nee, misschien straks. Nee, ik wil het nu zien. En weet je, ik zag die stomp en ik dacht echt van yes. Of dat er 500 kilo van me afviel. Echt? Ja, en ik heb 0,000 pijn meer. Hele praktisch waar, maar wat gebeurt er met dat rest van het been dan? Wordt dat gewoon weggegooid? Een gubere vraag. Ja, ik zat dat gewoon af. Er zijn mensen die maken er een... ik heb eens een stukje gelezen. Die staat dat op iemand, de schouw. ik heb eens een stukje. Dat zal ik me af te vragen. Ja, het gaat naar, schijnbaar gaat het naar een bepaald destructiebedrijf ergens in Nederland waar meerdere ledematen... Misschien zijn er ook wel mensen die het willen bewaren. Als ja, er is een rechtszaak om geweest. Ik heb dat gelezen. Van iemand die hem wilde houden? Ja, die wilde hem houden. Ja, die wilde er iets mee doen. Nou, dat had ik niet. Ik kan daar helemaal niet goed tegen. Nee. Ja, dat is wel een stuk van jezelf, weet je wel. Het is onderdeel maar van... ze had er nou niet echt een hele leuke herinnering aan. Nee, dat weet ik wel, maar het is wel wie je, een stuk van jezelf. Ik zat, ik had het willen houden. Ik had ook serieus zoiets van, ik wil dit wel gewoon meemaken. Ik wil het ook wel zien. Dat het weg is. Maar dat was niet een goed idee, zei ze. Nee? Nee. Ik ging toch maar gewoon onder narcose. Ja. Okay. Dat lijkt me ook wel een heel raar moment. En hoe reageerde het huis de omgeving? Ik bedoel, Cas zit achter de schermen daar ook mee te kijken. En hoe reageerde zij erop dan, toen het zover was, toen het moment aangebroken was? Nou ja, ik denk dat zij mij heel erg gunde dat ik mijn oude leven weer terugkrijg. Ja. En ik weet nog dat Cas een paar maanden later zei, hey, ik heb mijn moeder weer terug. Ik had schijnbaar altijd een grimas van pijn. Oh. Ja, die had ik nu niet meer. Wat doet zo'n opmerking dan met je? Ja, daarvoor heb ik het gedaan. Misschien wel, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Maar wat ik ook wel heel bizar vond was... dat in die 11 jaar... Hè, vallen er ook mensen om je heen af. Hè, die zoiets hebben. Ja, weer met die pijn. En weet je... Een heel klein groepje, select groepje die altijd onvoorwaardelijk in jou gelooft en blijft geloven. Mm-hmm. Maar ook wel mensen die er eigenlijk niet eens meer om vroegen. Oh ja? Ja, daarna vroegen. En toen werd duidelijk dat mijn been eraf ging en toen stond mijn hele huis vol bloemen. Oh ja? Ja, daar had ik wel moeite mee. Aan de ene kant natuurlijk super lief, maar aan de andere kant denk ik van, nu is het wel duidelijk. Oh ja? Ja, maar zo zit de wereld in elkaar. Ja, zo zit de wereld in elkaar. Zo werkt het, hè? Zo werkt het. Toen kwam je thuis en toen... Moest je wel even herstellen, denk ik eerst. Hè? Dat moest even helen en zo. Je loopt zo naar binnen. En zo'n prothese erin. Ga met die benamen. Maar je kunt ook protheses in het bot laten vastzetten, bedoel ik. Dat ze echt permanent erin zitten. Dus ik vroeg me af of ze dat dan meteen doen of dat dan... De osseo-integratie. Ja, zoiets heet dat inderdaad, ja. Ja. Maar daar heb je altijd een open verbinding naar buiten, blijkbaar. Wow. En omdat ik al een keer een bacterie had gehad, was dat wel een risico. En volgens mij wordt het veel gebruikt bij militairen. Okay. Waar er geen stomp meer is om te reconstrueren. Ja, precies. Ik had natuurlijk, omdat het gepland was, een hele mooie stomp. En, dat is waar. Het is heel mooi natuurlijk kunnen... Ja, en dan kun je een uitwendige... En hij is onder de knie, of niet, want je hebt nog wel een kniefunctie, omdat je nog wel kon fietsen, zag ik. Ja. Dat is ook wel fijn. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen. En na hoeveel tijd ging je toen op zoek naar een prothese dan? Hoe lang? Ik ben eind juni geamputeerd. En uiteindelijk had ik september had ik mijn prothese al aan. Wow, echt? Ja, dat is wel heel snel. Ja. En hoe was dat dan? Ja, dat is super. Ja? Ja. Want dan moet je wel... Hoe is dat dan? Want ik zit er even naar te kijken. Want... Dat loopt wel anders, toch? We hadden het net even over fantoompijn. Dus voelt het nog steeds wel als je ernaar kijkt alsof je helemaal naar je eigen voet kijkt? Ja, dat is echt heel bizar. Dat lijkt me zo apart, lijkt me dat. Het is voor mij gewoon mijn eigen been. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Bij wijze van spreken voel je het ook nog een klein beetje. Ja, soms wel. Ja. Ja. Fantoomprikkelingen. Ja, ik heb geen fantoompijn, maar wel fantoomprikkelingen. Dus af en toe heb ik echt gewoon jeuk aan mijn teen. Echt? Ja. En dan?
ja, dan kan ik grabbel mijn helft niet. Nee, dat is vervelend, nee. Ja. Ja, dus... En moest je lang oefenen om weer te lopen opnieuw met de prothese? Nee, dat was echt zo gebeurd. Ja. Hoe was dat om weer pijnloos? Maar je kan ook gewoon Polonaise lopen en zo. Ja, dat ja ik kan weer. Alles, ja. Maar je komt uit het zuiden, neem ik aan. Ja, carnaval. Ja, gewoon carnaval. Gewoon ja. Geen probleem, zeg maar. Ja. Ja. Dus, ja. Wat vet. En hoe was het om dan weer pijnloos te lopen? Ja, dat is geweldig. Weet je, geen pijn hebben is geweldig. En in het begin denk je nog van ja, misschien gaat het nog wel komen of weet ik veel. Ja, ja. De eerste dagen lig je alleen maar. Maar ja, die pijn die kwam niet terug. Dus, nee. Ja, weet je. En dus wilde je er weer tegenaan. Dus, gaan sporten, ja, er weer ja, tegenaan. Precies. Ja. En dan heb je het mazzel dat in Nederland alles goed geregeld is. Ja, dat ja, is wel lekker in Nederland, goed toch? Het is ja. Aardig geregeld. Alleen, ja, hoe zou ik dit... Het is goed geregeld, ja? Maar als je eigenlijk iets wil wat niet levensbehoevend is, dat ja. Is tenminste hoe ik het ervaar, ja, ja dan is het, komt het best wel op jezelf neer. Ja, zien mensen het als luxe, hè? Precies, en ja. Dan wordt het bijna nooit vergoed. Ja. Okay. Dus bijvoorbeeld, ik heb zorgverleners die mij helpen aankleden en die mijn haren doen, ja. Maar feunen hoort er eigenlijk al niet meer bij. Meen je dat? Ja, en make-up hoef je niet eens om te vragen, omdat dat er tijd wordt gemaakt dat de zorgverlener... Maar iemand heeft nu jouw haar gedaan? Ja, zeker. Dit is een staartje, maar... En dit mocht nog voor een verzekering? Dit mocht nog net. Ja. Maar officieel mag het gewoon niet. En daar liep jij natuurlijk ook tegenaan. Want je zei net al, je was ook voor dat je maar viel is het in het bad. Gefeund? Ik wil het toch even weten. Het is, nou, het is gisteren wel een beetje gefeund. Een beetje gefeund? Okay. Ja. Zit het? Dat het mocht voor deze keer. Ja, ik doe dat gewoon. Wat doe je zelf? Nee, dat laat ik de zorgverleners gewoon doen. Okay. Nee, ik wil even details weten. Nee, ja, inderdaad. Gelijk. Ja, nee, ik laat dat wel doen. Ja. Maar ook als het winter is en dan heb ik nat haar, dan ga ik daarmee naar buiten. Wordt hartstikke ziek. Dat kan toch niet? Nee, ik vind dat ook. Ja. Maar goed, ik heb er ook een item over gemaakt. Daar was de zorgverzekeraar niet zo blij mee. Maar en terecht. Toen hebben we gewoon het wel een beetje. Gasten, precies. Ja. En dat is wat Dianne ook heeft gedaan. Ja. Want je zei net al, voordat je viel in de badkamer, was je al sportvrouw. Ja. En je vond het ook belangrijk om dat weer te doen. Ja. Toen dacht je, toen had je een sportbleed, klopt dat? Zo'n bleed heb je gehuurd, toch? Nee, een uitleentraject. Ja. Dat heb ik gedaan. En toen via de provincie Noord-Brabant en Unieksport. Die Fleur Jong ook heeft, die hebben we toen gezien, weet je wel. Die, ik vind die heel vet. Ja. Maar toen moest je hem weer inleveren omdat je hem had gehuurd. Ja. En toen begon eigenlijk een beetje het gezeik. Ja, toen begon het gezeik. Dan zegt Unieksport van, nou ja, weet je, je mag hem hebben. Of je, nee, ik wilde hem ook graag hebben. En dan kom je bij Unieksport terecht en dan ga je daar een formulier invullen. Want Unieksport is natuurlijk een fantastisch noodfonds, is opgericht om een sportvoorziening te krijgen. Maar als je die weg gaat bewandelen, moet je eerst naar de zorgverzekeraar. Die moet daar zijn goedkeuring over geven. Nou, iedereen weet eigenlijk al dat dat gewoon nooit gebeurt. Mm-hmm. Vervolgens ben je bij de gemeente aan de beurt. En als je daar ook niks krijgt, dan mag je naar Unieksport. En dan ben je denk ik heel lang verder. Ja. En nou ja, goed, ik had de aanvraag bij de, bij de zorgverzekeraar neergelegd. En nou goed, als die een goed argument hadden gehad, dan was ik daar waarschijnlijk mee akkoord gehad. Dan had ik misschien niet eens verder gedacht dan dat ik nu denk. En als ze een goed argument hadden waarom ze niet zouden vergoeden. Ja, waarom ze niet zouden vergoeden. Want dat was €7.000, toch? De... Ja, 6250 euro. Ja, oh ja. Ja. En, maar er kwam gewoon een brief van, ja, we wijzen hem af. Oké, maar op welke gronden dan? Dat stond er niet eens bij. Ja, het werd niet doelmatig. Ja, zo weten jullie dat het niet doelmatig is. En ja. Ik heb toch het recht om te sporten, hè? Ja. Je wil gewoon participeren. En toen zeiden ze van, nou, dan we gaan hem heroverwegen. Nou ja, prima, ik denk heroverwegen. Het duurt weer 6 weken. Ja, daar moest een verklaring van Frank Jul bij zitten. En... nou, dat heeft hij. Die zat erbij. Want jij was al bij Frank Jol, prothesemaker geweest. Ja, die was gekoppeld aan Unieksport met het uitleentraject. Okay, okay. Dus hij heeft zeg maar het hele traject dat uitlenen heeft hij begeleid. Want het is niet zo van oh, je loopt een rondje en dan is het klaar. Nee, er moet een koker gemaakt worden. En, precies. En toen werd er eigenlijk al gebeld naar Frank Jol door de zorgverzekeraar van hey, we moeten we moeten hem nog een keer beoordelen en we willen wat gegevens. Maar er werd eigenlijk al zo gezegd van ja, maar een beetje standaard. Om haar maar een beetje tevreden te houden. Maar, ik walg hier echt van. Ja, maar we gaan er eigenlijk niks aan doen. Nou, weet je, toen kreeg ik een brief dat de medisch specialist hulpmiddelen, die had besloten dat het dat ik geen sporthulpmiddel hulpmiddel hoefde. Dus en toen werd hij aan de boos.
of niet? Ja, want toen belde ik van, nou, dan wil ik die goede man wel spreken. Maar ja. Ja. Kijk natuurlijk niet spreken. Ja, nee, dan klopt, moet u maar een klacht indienen. Ja. Nou ja, klacht ingediend, klacht afgewezen. Dan naar het SKGZ. Krijg je helemaal kippenvel van. Een ombudsman voor zorgverzekeraars. Afgewezen. Dan kun je nog een... Je hebt een geschillencommissie en je kunt een procedure starten via het SKGZ. Maar... Lang vooral kort, dat kwam er niet op neer dat ze het allemaal niet doen. Nee, dat ging niet. Wanneer doen ze dat dan wel? Als hun vinden dat doelmatig is en dan vinden ze dus nooit in de praktijk. Nee, ik wou zeggen, als dit dan niet doelmatig is, wanneer is het dan wel doelmatig? Ja. Wij zijn het hier met z'n allen eens, denk ik, maar dat was het lastige. Ja. Maar daarom ben je ook een rechtszaak begonnen. Ja, nou ook omdat ze de argumenten, die waren gewoon waardeloos. Ja. Ik heb daar een artikel van geplaatst op LinkedIn en dat was echt een klapper. Die werd zo goed bekeken. En daar hebben ze een beetje lucht van gekregen. En op die LinkedIn-reacties kwamen er een aantal. Er kwam echt heel nieuws en... eerlijk verteld hoe het verhaal was. Want ik had bijvoorbeeld onder meer, ik had bij Frank Jol een... ging ik hydrotherapie doen. Dus ik lag 1-op-1 met mijn fysio de eerste keer na de amputatie om te zwemmen. Daar had ik beelden van op LinkedIn gezet. En zij kwamen, en ze hebben dat ook echt opgeschreven, we zien dat u aan zwemtraining doet, dus u hoeft geen hardloopprothese. Hmm. Je kan zwemmen, dus ga dat maar doen in plaats van hardlopen. En u heeft in het verleden ook nog nooit hard gelopen. Dus u hoeft geen hardloopprothese. En na het bezwaar zeiden ze... want ze hadden een tweede medisch specialist, onafhankelijk medisch specialist, ingehuurd. Ze hadden gevraagd, mogen wij dat doen? Ja, dat mag. Die goede man heeft mij nooit gesproken. Die goede man heeft mijn revalidatiearts niet gesproken. En toch krijg ik van Interpolis een brief. Wij hebben naar aanleiding van uw media optreden en social media post, hebben wij voldoende beeld gekregen van uw persoonlijke en medische situatie. Oké. Okay. Weet je niet. Ja, dus dat was wel voer voor een advocaat. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, kom op zeg. Weet je, als ze mij hadden laten komen en ze hadden een goed verhaal gehad. Ja. Plus, we hebben 4 keer denk ik ook echt gevraagd van kunnen we niet gewoon samen aan tafel? Ja, kunnen dat wij... doen ze niet. Dat is vreselijk. Dat is echt... Je spreekt uit ervaring, merk je. Ja, dat vind ik zo irritant. Ja. Altijd als dit gebeurt, dan ga je bellen en dan zeg ik, mag ik dan degene spreken die erover gaat, die de beslissing maakt? Nee, dat kan niet, dan kun je een klacht indienen. Ja. Je krijgt ze gewoon nooit face-to-face te zien. Nee. Zij verschuilen zich gewoon achter het systeem, zeg maar. Zij gaan nooit in jouw gezicht zeggen van, je krijgt het niet, maar via brieven of whatever, krijg je dan zo'n afwijzing. Wat ik ook altijd heel kwalijk vind, want dan denk ik, het is voor mij en voor jou ook, het heeft heel veel effect op de kwaliteit van je leven. Juist, ja. En dan krijg je via zo'n onpersoonlijk bericht te horen van, nee, dat gaan we niet doen. Je zou dus eigenlijk sowieso die verzekeringsmaatschappijen aanraden om allemaal mensen aan te stellen die daar een beetje menselijker mee omgaan. Ja. Ook in het geval wat jij zegt, dat je ermee had kunnen leven als ze er gewoon een normaal verhaal van hadden gemaakt. Ja, als ze een goed argument hadden, maar dat hebben ze niet. Nee. En ik, weet je, ik ben het ermee eens dat ze zeggen... als er een prothese is van 5.000 euro en een van 15.000 euro, hoef ik echt niet die van 15.000 euro. Dan vind ik die van 5.000 euro ook prima. Maar ik vind dat in de basis gewoon iedereen moet kunnen sporten. Ja, precies. En voor mij is het gewoon een soort principezaak geworden. Want ik kom er wel. Hè? En het werd ook heel mooi in de rechtszaal gezegd door Interpolis. Ja, maar je kunt via Uniek sporten en jouw crowdfunding is het toch allemaal rond? Dus waar zul je toch? Maar uiteindelijk won je hem, toch? Ja, rechtszaak. Uiteindelijk won ik hem. Ja. Ja. Zo vet. Ja. Ja, heel erg vet. Ja, dat vind ik echt heel vet. Maar was het ook meteen een precedent, zou ik net zeggen, voor andere situaties? Of is het voor jou uniek? En dat gaat elke situatie? Dat is het lastige. Het is een individuele uitspraak. En ik denk dat we al heel blij moeten zijn dat de rechter een individuele uitspraak heeft gedaan. Hè? Want zij begreep dat het een principe kwestie is. Maar uiteindelijk moet het dus voor iedereen gaan gelden. Hmm. En, we weten ook nog niet of ze in hoger beroep gaan. Dat kan nog gebeuren. Okay. Ja, laat maar komen. Ja, inderdaad. Nou, ik vind het wel zo, want ik moest eraan denken dat... Ik ken iemand die had een burn-out. Zijn er Interpolis, dat zei je toch? Ja. Okay. Even duidelijk. Klashelder. Ja. Klashelder. Ik ken iemand die was uitgevallen door een burn-out. En dan klop je aan bij het UWV. Weet je, moet je even doorgeven dat je burn-out hebt. En dat je dan misschien in de ziektewet komt of whatever. En het UWV zegt dan van, nou weet je wat, dan gaan we je helpen. En dan begin even met sporten 1 keer in de week. En zij had verder geen beperking. Maar dan denk ik, oké, de overheid die raadt dan aan om je beter te krijgen om te gaan sporten. En vervolgens willen er mensen gaan sporten. En dan wordt het weer niet... Snap je, het preekt zich elkaar zo tegen of zo. Ja.
Het klopt niet. Nee, het klopt niet. En het komt steeds in de politiek. De politiek doet ook wel moeite. Michiel van Nispen van de SP heeft zich ook wel hard voor gemaakt. Mm-hmm. Vorig jaar is het toch in de politiek gekomen, maar hadden we een demissionair kabinet. Ja. En toen heeft Paul Blokhuis, die was staatssecretaris toen, die heeft het ook nog een keer genoemd aan de hand van de artikel in de AD. Zo van, hey, een 49-jarige vrouw die wil sporten en jullie gaan gewoon zeggen dat dat niet kan. Ja. Maar vervolgens zit er een andere minister. Bloed het dood. Wat zou je willen zeggen tegen al deze mensen en deze organisaties? Wat zou jouw boodschap zijn? Ja, laten we om tafel gaan. Dat. Laten we kijken dat we één loket kunnen maken ergens. Mm-hmm. Zodat iedereen kan sporten. Ja. Hoeveel sport je nu? Ja, nu doe ik fietsen, want ik heb nog niet mijn hardloopprothese. Oh, je moet hem nog krijgen. Maar je krijgt hem wel, toch? Ja, ik krijg hem wel. Ja, het geld is overgemaakt, dus nu kunnen we hem nog aan gaan meten. Ja, en nu doe ik mountainbike. En dat was ook een dingetje voor de zorgverzekeraar. Ze zeiden van, we zien jou steeds op social media. Op een fiets. Dus waarom vraag jij een hardloopprothese aan? Het waren die mensen van Interpolis, toch? Ja. Nee, ik weet niet zeker of het goed verstaan. Ja. Klashelden van Interpolis. Maar goed, daarop zei de rechter gelukkig van, als ze om een fietsprothese had gevraagd, hadden jullie die dan wel vergoed? Nee, die hadden we ook niet vergoed. Oh, dat is echt een goede vraag ook van de rechter. Ja, zeker. En wat mijn advocaat ook heel goed deed, dat vond ik heel mooi. Op de laatste minuut vroeg hij nog aan de meneer van Interpolis van, zullen we nog om tafel gaan? Hè? We willen jullie nu nog een keer de kans bieden. En daarop zei je, nee. Dus... Sporten die mensen van Interpolis zelf ook? Denk het niet. Nee, ik denk het niet. Want zijn wel mensen gewoon met een gezin, hè? Die gewoon thuiskomen en die, die gaan hardlopen. Ook hun eigen zorgen hebben en zo. Dat vind ik altijd zo gek. Ja, dat mensen een andere hoedanigheid opeens zichzelf daarin zou kunnen verliezen. Dat is zo vreemd eigenlijk. Ook maf. Maar het beleid, je hebt targets natuurlijk. En dan moet ik de targets al halen. Als we te veel kwijt daaraan zijn, dan... Ja, en dan raken we alles kwijt met z'n allen. Nou, de maatschappij, dat ben jij. Dat is toch de essentie van het leven. Maar niemand voelt dat dan meer in die organisaties dan. Kijk, zij zeggen, het moet in het kabinet geregeld worden. En daar schermen zij steeds mee. Ja, daar blijven ze achter. En tot die tijd mogen zij dus individueel steeds kijken. Wie gaan we wel een sportprothese geven of niet? En nu is het heel simpel, ik heb die zaak gewonnen. Dus er ligt jurisprudentie. Maar iedereen die er nu een sportprothese wil, moet nog steeds eerst die rechtszaak starten. Ja. Dus je moet alsnog... Ja. En dan kunnen ze grijpen naar de jurisprudentie. Maar ja, wie gaat er in feite die rechtszaak starten? Ik denk van... En dan gaat de mazzel dat je dit keer een goede advocaat hebt. Ja, dat ook. Als je slecht had gehad, was het misgegaan misschien. Ja. Nou, ik moet zeggen, Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft daar ook echt wel aan meegewerkt. Die hebben echt naar voren geschoven als zijnde van... Die moet je hebben. En die heeft er zichzelf heel erg voor ingezet. En... Vinden jullie nou dat we in een land leven waar mensen met een beperking goed geholpen worden? Of zeg je nou, het zou allemaal nog wel wat beter kunnen? Nou, het is voor mij een haat-liefdeverhouding. Aan de ene kant wel, want er zijn heel veel middelen om zorg te krijgen, om vergoedingen te krijgen, om geholpen te worden. Mm-hmm. Aan de andere kant kijken ze wel vaak naar wat is het goedkoopste, wat is de goedkoopste optie. En ze kijken helemaal niet naar wat wil jij graag in je leven, wat was belangrijk voor jou, waardoor word jij gelukkig. Dus het is een soort van... Dat heb ik altijd, dat ik denk, oké, ik moet blij zijn dat ik een PGB heb en daarmee zorg kan inkopen. Ik vind het dus wel, ik moet iedere 2 jaar weer gaan vertellen dat ik nog steeds geen armen en benen heb. Ja, ze zijn niet zo aangegroeid. Nee. En dan moet ik dat ook helemaal in zo'n superlang formulier opschrijven. Dan denk ik soms zet ik er gewoon neer, kijk maar op mijn Instagram. Denk, ja, dan zie je het toch. Ja. Dus dat is soms de keerzijde. Het is aan de ene kant super fijn dat het er is, vind ik. Ja, de procedures, de formaliteiten. Maar die bureaucratie daarnaast, dat is gewoon die bureaucratie, daar drama. En weet je, met het verhaal van een sportprothese vind ik ook nog dat er is gewoon wetenschappelijk bewezen Precies. dat een sporthulpmiddel zich 4,5 keer terugverdient. En dat sporten gezond is. Sporten gezond is, dat zorgverzekeraars uiteindelijk de grote winnaar gaan zijn. Ja, en je was niet depressief meer. Ook precies. Want anders moet je daarvoor weer behandelingen krijgen. Mijn psycholoog kost ook weer geld. Ja. Dus nou, laten we hopen dat ze met z'n allen in grote getalen zitten te kijken nu dan. Ja. En dat ze... de medemenselijkheid weer een beetje terug kunnen brengen in het systeem. Dat zou misschien wel een heel erg belangrijke factor kunnen zijn. Ja, zeker. Als ik het allemaal zo hoor. Ja. Je bent weer vrolijk, hè? Ja, zeker. Mag ik hier brullen? Ja. Leuke dingen doen? Zeker. Ja. Heb je het leven voor de val, zeg maar? Ja, absoluut. Ja? Ja. Vet. Ja. Nou, eigenlijk in die elke Nou, misschien nog wel rijker. Oh ja? Ja.
nou ja, weet je, rijker in opzicht van, ja, je gaat anders naar de dingen kijken, denk ik. Nou, want ik las ook dat je had, in het artikel stond ook dat mensen die dus een amputatie aangaan, dat 98% volgens mij kwaliteitsverbetering krijgt na de amputatie. Dat echt heel vaak vooruit werkt. Ja. Ik had het gelezen voor de amputatie, hè, want iedereen roept dan gelijk, ja, maar je kunt fantoompijn krijgen. Ja. En volgens mij was de kans op fantoompijn 70%, maar daarnaast de kwaliteit van leven zou met 98% of zou in 98% van de gevallen verbeteren. Ja, precies. Dat u zegt dat doen. Let's go. Dus ja, let's de mensen go. Die nog twijfelen, die raad je aan. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, ik snap het wel als ik het zo hoor. En weet je, het moet wel overwogen worden. Maar dat wordt het ook. Het is niet zo. Het is echt een dappere keuze. Je laat wel een stuk van je lichaam weghalen natuurlijk. Dat is ook weer niet niks. Ja, nou ja, zo heb ik dan... Ik heb maar jij was zo ook zo niet, klaar ja, mee. Ik heb dat niet gevoeld. Ik wil alleen maar kwaliteit van leven. Ja. Ja, en dan denk ik van, ja, weet je, we leven in een land waar borsten vergroot worden, billen verkleind worden... maagverkleiningen, weet ik veel. Ja. Dus, haarimplantaten. Ja. Ja? Nee, ik wist naar jou. Nee, jij hebt best wel een goede haargrens eigenlijk, hè? Dat is mijn eigen haar nog steeds. Echt? Ja. En dit zijn geen haar. En nog niet grijs. Hey. Hey. You are blessed soul. Natuurlijk, dat weet iedereen. Je moet het programma wel volgen. We hebben altijd grappen over het feit dat ik mijn haar verf gemaakt. Johan maakt altijd geintjes over. Dus algemeen bekend natuurlijk. Ja. Jullie dus niet. Nee. Nou ja, goed bij deze. Zou niet durven. Ja. Nee, ik ben er heel blij mee. Maar ik vind het wel heel fijn dat je het verteld hebt. En ik denk dat voor heel veel mensen ook weer een steuntje in de rug kan zijn. Op het moment dat je daar A, over twijfelt om bijvoorbeeld zo'n beslissing te nemen. En B, dat je in zo'n malle molen bent terechtgekomen dat je niet geholpen kan worden. Dat deze zorgverzekeraars, Interpol is dat geloof ik in dit geval. Dat zou ook een andere kunnen zijn geweest. Ja. Laten we er glashelder over gaan. Ja, glashelder. Ja, dat die daar misschien toch iets anders in gaan staan. En misschien dat ze ook mensen moeten gaan aanstellen die daar iets anders mee om kunnen gaan. Ja. Of misschien mensen die er ervaring mee hebben. Ja. Want dat vind ik ook wat irritant. Dat het beslist wordt door mensen die dat helemaal niet kennen. Ja. Zou ik gaan solliciteren? Ja. 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 Oh, dat zou grappig zijn. Ja. Hallo. Ja. Nou, hoi. Kom je werken. Ja. De praktijkervaring in deze kan geen kwaad, denk ik. Dat is nee, zeker. Belangrijk. Dat denk ik ook. Vanmiddag gelijk een sollicitatie. Een open sollicitatie doen bij Interpol. Ik ben heel benieuwd wat ze dan gaan reageren. Zoveel weer uitgekomen met deze aflevering. Zo grappig het is niet zijn. Te geloven allemaal. Dat je dat zo in zo'n uitzending van Onbeperkt gewoon even voor elkaar krijgt. Man, normaal. Niet te geloven. Bedankt daarvoor. Ja. Jullie ook bedankt. Dat je er was. Ja, zet hem op, ook met de familie thuis natuurlijk. Maar dat gaat goed komen. En lekker hardlopen als het beter is. Ja. Zeker. Ben benieuwd. Je gaat het zien. Ja, leuk. Ja. Hoe eindigt het ook altijd weer? Ja, we moeten nog eventjes verwijzen naar de website. Ja. Want je zei het zelf al, bij Unique Sport kun je hartstikke veel hulpmiddelen krijgen. Huren, advies, alles. Ja. www.unieksport.nl. Dus mocht je meer willen weten over sporten, over protheses, over wat dan ook. Kijk even op die site. Want sporten, dat moet gewoon voor iedereen kunnen, toch? Ja. Sport jij nog een beetje? Ja, ik tennis de laatste tijd heel veel. Oh. Ik heb de laatste met 6-4, 6-4 verloren. Zo zonde was dat weer. Maar goed, maakt verder ook niet uit. Bedankt. En tot de volgende keer.